gaan. Want een podcast is natuurlijk ook een prachtig middel om de juiste informatie te vertellen. Kan jij eens vertellen wat luisteraars in de komende afleveringen zoal kunnen verwachten? Nou ja, kijk, als vereniging doen we een aantal dingen. We geven voorlichting. We doen aan lotgenoten contact, zoals dat zo met een professioneel woord heet. Ja. Dat betekent gewoon dat je elkaar een hart onder de riem steekt en elkaar helpt. Mm-hmm. We doen aan belangenbehartiging. En het lijkt mij interessant en mooi om al die thema's aan de orde te laten komen. Waarbij voorlichting, daar kun je natuurlijk ontzettend veel kanten mee op. Het gaat over voorlichting over celiakie. Wat is het nou? Ja. Dus dan kunnen we artsen aan het woord laten. Ja. Dat is ook over het glutenvrij dieet. Dus het lijkt me ontzettend interessant om een aantal diëtisten aan het woord te laten. Mm-hmm. Gerelateerd aan arts heb je natuurlijk onderzoekers. Dat is ook een vorm van voorlichting van... Hè, waar zijn we nou mee bezig op de grens van de wetenschap van wat er kan... met het verkrijgen van inzicht in celiakie en mogelijke behandelingen... en misschien zelfs wel een oplossing voor celiakie ooit. Mm. Dat is die kant. Maar het lijkt mij ook ontzettend interessant om leden aan het woord te laten. Ja. Zoals je al zei, we zijn samen de vereniging. Ja. En wat ervaren mensen nou... Hoe hebben ze voor zichzelf een oplossing gecreëerd voor bepaalde issues waar ze tegenaan lopen? Daar ben ik ontzettend benieuwd naar. Ja. Sowieso ben ik ook, dat vind ik echt dat we dat moeten vragen aan leden van wat wil jij in de podcast horen? Ja. En wie wil jij horen? Ja. Nou, dus bij deze een oproep aan alle luisteraars. Laat het ons vooral weten als je ideeën hebt voor deze podcast. Wat zou je graag willen horen? Wie zou je graag willen horen? Waarover zou je iets willen horen? Dus... mail maar naar info@glutenvrij.nl en stuur gerust een mailtje als je allemaal inspiratie hebt of creatieve ideeën wat je in de podcast zou willen horen. Dus we horen onze leden.